Door het internet is het bekijken van weerkaarten altijd heel toegankelijk geworden. Ik ben dat beginnen opvolgen, ik ben dat blijven doen. En dan ja, om een duur begin je ook eens eigen weerberichten op te stellen voor familie, voor vrienden. Om een duur heb je daar toch echt wel voldoening van als je een verwachting maakt en dat komt dan uit. Vandaag de dag ben ik voortdurend met het weer bezig. Ik ben ook nog maar pas afgestudeerd en ik was heel blij dat ik meteen aan de slag kon gaan als meteoroloog bij Skies. Omdat het toch al lang een droom van mij was om van het weer mijn grote passie, mijn beroep te kunnen maken. Onze dag begint vrij vroeg. In eerste instantie bekijken welke berichten er zijn gemaakt. Dan beginnen we met het weer meteen te waarnemen. En vervolgens beginnen we die berichten op te stellen en te versturen. We geven ook al meteen een trendverwachting mee voor de eerstvolgende uren. Piloten kunnen ons ten alle tijde contacteren, dat kan telefonisch. Maar kunnen ook fysiek bij ons komen in de briefing room. Ook met de technici staan we in nauwe contact, omdat allerlei apparatuur, meetapparatuur, staat opgesteld langsheen de baan op de luchthaven. En die instrumenten die worden onderhouden door de technici. De wind is nu uit het zuidwesten, maar de komende uren wordt er toch wel... Ik presenteer nu al 2 jaar het weerbericht op enkele regionale zenders, op TV Oost, TV Limburg en ATV. Die job doe ik naast mijn job op de luchthaven als meteoroloog. Bij ATV is het belangrijk om een algemeen weerbericht te brengen voor een groot publiek in duidelijk verstaanbare taal, terwijl het op de luchthaven toch meer en meer gaat over de details. Die details die zijn superbelangrijk op de luchthaven, terwijl die er in een weerbericht op televisie helemaal niet om doen. Bij Skies garanderen we steeds de veiligheid voor luchthavengebruikers, piloten, passagiers, ook de luchthaveninspectie. Altijd in alle weersomstandigheden.